spijt? Spijt is lastig, want dat is gewoon een impulsieve reactie. Met heel veel consequenties voor mij. Maar ja, ik heb ook die handeling gedaan. Ik ging steeds meer merken dat er mensen toch op een bepaalde manier wel werden benoemd. En in feite onheus worden bejegend. Ik vind niet dat zij dat verdienen. Jordi heeft zich puur professioneel gedragen. Die kan niet anders. Kees Jansma is voor mij altijd top geweest. En met name Frans. Daar heb ik een speciaal gevoel bij. Als je praat over teleurgesteld of als je zegt over spijt, dan zit het hem daarin. Als dit was gebeurd 30 jaar geleden, dan had iedereen van mij verwacht, letterlijk en figuurlijk, dat ik hem een draai om zijn oren zou geven. Is dat gepast? Nee, ook al in die tijd niet. Maar het is een andere tijd. Ik denk dat het ook de goede insteek is. Alleen voor mij pakt het nu vervelend uit. Maar goed, je moet op de blaren zitten of de consequenties aanvaarden van je acties. En soms zijn ze uitstekend, soms wat minder.